twee banen hebben om je schuld af te lossen. En dan een boete krijgen omdat je te weinig rust. Goedenavond. Verder vandaag in Gelderland. Alle hens aan dek in Oldebroek. Tientallen monteurs van Liander doen er alles aan om daar weer snel gas te krijgen. Dit kan inderdaad dagen gaan duren. We vinden het ook ontzettend vervelend. En bijzonder is deze bloem zeker. Dat vinden oliesheiks ook. Door zijn grote kop en mooie kop, zegt de blikvanger, wordt hij dan vooral voor gebruikt. Een taxichauffeur is beboet omdat hij te weinig rust heeft genomen. Naast het rijden op de taxi werkte de man fulltime bij Albert Heijn in Geldermalsen. De inspectie Leefomgeving en Transport kwam daarachter en legde een forse boete op. €4500 moet de man betalen. Hij had volgens de regels minimaal 10 uur rust moeten hebben tussen zijn banen door. Hoewel ze de boete hoog vinden, zijn de meeste Gelderse taxichauffeurs het wel eens met het opleggen van de boete. 4500, zo, dat is best hoog. Maar ja, hij moest wel aan de arbeidstijd en de rusttijd mee volhouden. Want... Rust is erg belangrijk, omdat ja, het kan gevaarlijk zijn tijdens het rijden. Voor de klant en ook voor zichzelf, dus ik vind het terecht. En ook volgens vakbond FNV zijn de regels er niet voor niets. Die zijn er voor de veiligheid van die werknemer, maar ook van zijn passagiers. Duco Douwstra van Stichting Taxi Belangen Nederland behartigt de belangen van de chauffeur. En hij vertelde ons dat deze taxichauffeur wel twee banen moest nemen, omdat hij zowel schulden had als voor zijn gezin moest zorgen. Bovendien, zegt Douwstra, er zijn ook taxichauffeurs die bijvoorbeeld een ziek familielid verzorgen of klussen in het huis. Deze mensen stappen ook gewoon de taxi in en daar is geen controle op. Wie weet, als ik hier klaar ben, dan ga ik naar Frankfurt even met mijn eigen auto rijden. Dat kunnen ze toch ook niet controleren? FNV denkt dat het in de toekomst steeds vaker gebeurt dat mensen beboet worden voor het draaien van dubbele banen. Daarom pleiten wij er ook voor dat mensen echte banen hebben. Dus banen met genoeg zekerheid, genoeg uren om voor rond te komen. En nu zie je een verschuiving, dat is naar tijdelijke contracten, niet genoeg uren om rond te komen. Dus dan ga je meerdere baantjes zoeken. Waarschijnlijk zitten de honderden inwoners van Oldebroek nog dagen zonder gas. Gisteren scheurde de leiding in het buitengebied en repareren is een lastige klus. De getroffen bewoners reageren er nuchter op. Nou, er moet overal aan wennen. Het kan wel gebeuren. Je moet erin roeien. Het is nou een keer, maar dan kan het nog een keer gebeuren. Even een pizzaatje erin of wat dan ook. Een paar dagen komen we door. Ja, dat staat de komende dagen waarschijnlijk op het menu, want pas in het weekend zijn alle huishoudens naar verwachting weer aangesloten. Meer dan 300 huishoudens in het buitengebied van Oldebroek zijn getroffen door het gaslek in een gebied van 4 bij 2 kilometer. De oorzaak is een breuk in de waterleiding. Door de kracht van het water begeeft de gasleiding die ernaast ligt het en stroomt er modder en water in de gasbuizen. Alle hoofdkranen moeten worden uitgeschakeld en pas dan kan Liander beginnen met het schoonmaken. En dus neemt netbeheerder Liander het buitengebied van Oldebroek de komende dagen stevig onder handen. De straten zitten nu al vol met grote gaten. Op deze plek is het dus misgegaan. We zijn op verschillende plekken zijn we al bezig met het opgraven van de gasleiding die hier onder de grond ligt natuurlijk. En daar gaan we hem uiteindelijk ook schoonmaken. En het water en zand dat er ingestroomd is gisteren er weer uithalen. De overlast kan nog wel een tijdje duren. Ik heb zelfs gehoord dat het enkele weken kon duren, dus dat is niet prettig. Ja, het warme water is meer het slimste probleem natuurlijk. Hè? En, ja, en de verwarming doet niet, maar ja, op het moment is dat niet zo'n groot probleem eigenlijk. Hè? Nou, wij hebben alleen het probleem dat we niet kunnen douchen, dus we gaan waarschijnlijk aan familie vragen of we daar kunnen douchen. Maar de familie Leusink tilt er allemaal niet zo zwaar aan. Nou, we moeten een koud water douchen, maar vroeger ook. Wie was ook nog in een tijdje? Ja. Ja, doe me een emmertje, doe me een tijdje. De mensen zijn begripvol en we zijn daar ook ontzettend blij mee. Daarom werken we ook met man en macht aan het oplossen. Er zijn heel veel ploegen, monteurs bezig op het moment. Ja, in totaal gaat Liander ruim 11 kilometer gasleiding onder handen nemen. Volg de ontwikkelingen in Oldebroek via onze site gld.nl. De man die is aangehouden in de vermissingszaak van de 13-jarige Lisa wordt verdacht van seksueel misbruik. De rechtercommissaris heeft vandaag bepaald dat de verdachte nog zeker 2 weken vast blijft zitten. De man stond onder toezicht van de reclassering toen Lisa vorige week verdween van een bungalowpark in het Veluwse Nieuw-Milligen.
Het vermoeden bestaat dat hij het meisje via Facebook heeft benaderd en zich daarbij voordeed als leeftijdgenoot. De verdachte ging eerder in de fout en is daarvoor in 2011 veroordeeld. Lisa is maandag teruggevonden in een bus in Koudekerk aan de Rijn, de woonplaats van de 41-jarige man. Voetbalclub Vitesse speelt vanavond het eerste duel in de Europa League. De Arnhemmers worden gesteund door ruim 1500 supporters. Een paar honderd van hen stapten gisteravond vol goede moed op de bus. Dat gebeurde bij Stadion Gelredome. 7 bussen vertrokken richting Engeland voor het eerste duel van 2 duels tegen Southampton, de club van Ronald Koeman. En na een lange reis kwamen deze fans vanmorgen aan in Zuid-Engeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de reis? Lang. Ja, het was vrij pittig, toch wel. Op de boot, die behoorlijk schommelde. Hier in Southampton meteen op het terras? Nee, eerst even geld gehaald en dan hier op het terras, ja. Want ik had alleen maar euro's en dat accepteren ze niet, hè. Deze Vitesse-supporters proosten om 22:30 ochtends al op een goede afloop vanavond. Wat denk je dat gaat worden vanavond? Ja, we gaan natuurlijk voor de volle winst. Ik hoop een nulletje of 2. Ah, ik ben heel bang, maar ik hoop. Ik ben bang dat ze verliezen met 3-4-0, maar ik hoop een gelijkspelletje. Vanavond moet het hier gebeuren voor Vitesse, in een uitverkocht St. Mary's Stadium. De ploeg van trainer Peter Bos werkte gisteren na aankomst 's avonds nog een training in het stadion af. Op papier lijkt Vitesse bij voorbaat kansloos. Want Southampton heeft een budget van 126 miljoen euro. Ruim 4 keer zoveel als Vitesse. De Arnhemmers moeten dus hopen op een klein wonder. De wedstrijd begint om 9:05 Nederlandse tijd. Op onze website gld.nl kunt u live een wedstrijdverslag volgen. Ja, als het dan echt zo slecht is, dan kom je maar even proeven. Een visboer in Arnhem slaat terug en deelt gratis visjes uit na een 0 in de AD-haringtest. Een 0? Nee. Nee, te gek voor woorden. Belachelijk. 60 panelen van ieder ruim 1 vierkante meter in het Arnhemse park Immerlo. Kunstenaar Dirk Haksen heeft grootse plannen. Hij wil in 3 maanden tijd er een groot kunstwerk van maken. Tijdens het schilderen van al die panelen luistert hij naar hetzelfde muziekstuk. Hij wil de muziek tot leven brengen in zijn kunstwerk. Even kijken of hij het doet. De afgelopen dagen hebben bezoekers maar 1 vraag voor Haksen. Dat is ook de meest gestelde vraag in Nederland. Van wat gebeurt er met regen? Of wat doet u bij regen? En dan kan ik altijd zeggen, dan lees ik stripboeken in een caravan. Maar dat bedoelden ze natuurlijk niet, maar dat vind ik wel heel erg grappig. Maar regen of niet, Haksen laat zich niet stoppen. Door niks. Dat is geen optie. Ik blijf dit gewoon doen. Weer of geen weer, bezoekers zijn welkom en mogen meeluisteren. Of een stuk kopen natuurlijk. 10 bomen in Zutphen worden zo snel mogelijk gekapt. Na een vallende tak waarbij 6 mensen gewond raakten, is er een controle geweest en toen is dat besloten. 2 weken geleden brak een grote tak van een kastanjeboom af. Die tak viel op een groep toeristen. De gemeente heeft nu besloten om een aantal paardenkastanjes en suikeresdoorns te laten weghalen. De hele wereld wil hem hebben, de Celosia Turbo. Een nieuwe bloem die maar op 1 plek in Nederland wordt geteeld. Bij het bedrijf van Rijk de Jong in het Betuwse Tuil. Snij hem ongeveer op een meter en leggen we ze op de kar. Rijk de Jong is er maar druk mee met alle turbobloemen. Hij heeft 10.000 bijzondere bloemen in zijn kast staan. Nou, ik ben er eigenlijk wel heel blij en trots op dat ik deze nu bij mij in de kast heb staan. En die trots is te begrijpen, want een exclusieve bloem trekt een exclusieve cliëntele. De sheiks, mensen die toch wel meer te besteden hebben. En vooral ook de olie-sheiks zoeken mensen voor echt belangrijke of grote bruiloften en feesten. Maar waarom zou iemand 5 euro betalen voor 1 bloem? Is de bloem echt zo bijzonder? Turbo's ben ik echt de enige in Nederland die deze bloem heb. Hey, de Celosia Turbo, gekenmerkt door zijn grote kam. Maar de kam zo lijkt echt op een kam van een haan die op zijn kop heeft staan. Een mooie Gelderse bloem die u straks misschien in een chic hotel tegenkomt, ergens ter wereld.
Het is misschien wel het meest markante gebouw in Nijmegen dat binnenkort gesloopt wordt. De kolencentrale, bekend onder de naam Electrabel aan de noordkant van de stad. Die centrale gaat nu sluiten omdat kolenstoken milieuonvriendelijk is. Het terrein is klaar voor een nieuwe, meer milieuvriendelijke toekomst. Bijna elke Nijmegenaar kent hem wel. En wie aan de noordkant de stad binnenkomt, kan hem ook niet ontgaan. Maar de kolencentrale gaat dicht. Gebouwd in het begin van de jaren 80, gaat de toekomst er nu anders uitzien. 4000 zonnepanelen worden aangelegd voor 250 huishoudens. Het is de eerste fase van een omvangrijk project. Het gebied moet een park worden waar duurzame energie wordt opgewekt. Hoe lang dat gaat duren is niet te zeggen. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van technieken, technologieën. De aansluiting bij bestaande initiatieven die hier ontstaan. Gaat dus niet snel. Plannen zijn er wel voor het gebied van 25 hectare. Een biomassacentrale, een vergister, windturbines, een vloeibaar aardgastankstation en dus die zonnepanelen. Hoeveel elektriciteit dat gaat opleveren hangt af van de techniek van de nieuwe centrales. Ja, het is een hele andere wereld. Vooral ook heel erg leuk. Verantwoordelijk voor de kolencentrale en dan tegelijkertijd te kunnen werken in de transitie naar duurzame energie is leuk en geeft ook een heel goed gevoel. Wat wel duidelijk is, is dat het markante complex gesloopt gaat worden. Start 1 januari volgend jaar. Die elektriciteitscentrale met die hoge schoorsteen, dat is beeldbepalend. En als dat helemaal zou verdwijnen, dan zou ik dat jammer vinden. Ik zou het missen. Reacties zijn wisselend. Er zijn mensen die zeggen van, goh, ik ben blij dat die dicht gaat. En ik ben blij dat die weggaat. Hoe snel gaat die weg? En er zijn ook mensen die zeggen, goh, beeldbepalend gebouw vind ik mooi. Blijft er nog iets over dan? Er blijft in principe niks over van wat je ziet. Ja, de sloop duurt 2 jaar en dan ziet de skyline van Nijmegen er heel anders uit. Iedereen, ja, u ook, mag gratis en voor niets een haring komen proeven in winkelcentrum De Lelie in Arnhem. De vishandel daar kreeg onlangs een 0 in de landelijke haringtest van het Algemeen Dagblad. De klanten strooien ondertussen met 8's en 9's. Het AD heeft de haring die u in uw handen heeft, ja, een 0 gegeven. Oh, echt? Een 0? Nee. Nee, te gek voor woorden. Belachelijk. Een 0. Zeer slecht. Ik heb een heel groot spandoek aan de zaak gehangen. Volgens het AD zijn wij prutsers. Nou ja, op het spandoek staat prutsers, het AD of wij. Ik nodig hierbij iedereen uit, in heel Gelderland. Kom hier een gratis haring proeven en oordeel zelf. Je hoeft hem niet eens te betalen? U hoeft hem niet te betalen. Want zo vies is die niet. Zo vies is die niet, zo bedorven is die niet. Iedereen heeft hier gewoon nog de auto kunnen redden, dus... Heerlijk. En, meer dan een 0? Nou, ik denk dat dit wel tussen een 8 en een 10 zit. Ik snap niet hoe de mensen erbij komen op een 0 voor een haring te geven. Waar komt die vis vandaan? De vis hebben wij van haringhandel A. Hoek uit Katwijk. En... Het hele mooie van het verhaal is dat 6 van zijn klanten in de top 10 staan van dezelfde testen als de beste Hollandse nieuwe. Het is dezelfde vis, het is dezelfde haring, het is dezelfde kwaliteit. Alleen wij krijgen een 0. Eigenlijk schandalig. Ze maken mensen hier gewoon kapot, hier in Nederland. Op wat voor manier ze het doen, maar ze doen het. Dat ziet u nu wel. De eigenaresse heeft ook de keurmeesters van het Algemeen Dagblad nogmaals uitgenodigd, maar die laten het vooralsnog afweten. Gaan wij naar het weer in Wageningen, is Britta van Gent. Ja, de dag begon vandaag veelbelovend met heel veel zonneschijn, maar in de loop van de dag kwamen er toch wel weer wat buien over de provincie heen zetten. Soms werd het echt ronduit donker buiten. Dan begon het echt ineens te plensen. En vanmiddag heeft het op diverse plekken zelfs nog even geonweerd. Dus het was soms echt wel eventjes flink tekeer aan het gaan. In de loop van vanavond dan komen we langzaam aan de achterkant van dat hele buiengebied uit. En dan wordt het bij ons dus wat rustiger. En vanaf de Atlantische Oceaan bouwt zich dan een hoge drukzone op. En dat resulteert de komende dagen bij ons in steeds beter weer. Nou, vanmiddag in ieder geval nog die buien, die zien we hier mooi terug. Die gaan er vanavond dus geleidelijk uit. Vannacht is het dan overal gewoon droog. Dan komen er ook mooie brede opklaringen voor in de plaats. Wordt wel weer een koud nachtje, er staat weinig wind en heldere omstandigheden. En daarmee wordt het dan zo'n 7 graden. Wel is er dan de kans dat er lokaal wat mist gaat ontstaan. Nou, morgen dan ook een hele fraaie dag, flink wat zonneschijn.
Af en toe ook wat velden met sluierbewolking die overtrekken en wat stapelwolken die in de loop van de middag gaan ontstaan. Kan allemaal een klein beetje uitsmeren. Dus 's middags verdwijnt de zon wel af en toe even achter de bewolking. Maar het is gewoon overal droog. En de temperaturen liggen ook alweer iets hoger dan vandaag. Vandaag was het ronduit koel. En morgen zitten we dan alweer op zo'n 18, lokaal net 19 graden met ook heel weinig wind. En de dagen daarna zet die weersverbetering door. We hebben in het weekend een droog weekend voor de boeg. In ieder geval met flink wat ruimte voor de zon. Vooral zondag. Temperaturen die gaan ook flink oplopen. Zondag op een enkele plek misschien alweer een zomerse temperatuur. Ofwel 25 graden of meer. En maandag is dan voorlopig de warmste dag van de week. Met dan volop zonneschijn en tropische temperaturen. Dit was Gelderland Vandaag met als belangrijkste nieuws de forse boete voor het hebben van een dubbele baan. Daardoor kon een taxichauffeur zich niet houden aan de rusttijden. Een 90 jaar maar van ophouden niets willen weten. In Brummen zit een stomerij gerund door een 90-jarige. Dat ziet u vanavond bij ons op de site. Nog fijne avond.